Welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van de Good Night Show van Dreams TV. Ik ben Erik Kastelein en ik vertel jullie iedere dinsdag een verhaal uit het boek Oog en Oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed. Nou, ik heb het de vorige keer gehad over 45 jaar Sevidentie, onafhankelijkheid. En ik heb vandaag een Biggiari video. Mijn 20ste video. Ik heb eerder verteld over onder andere afschaffing van de slavernij, over Stijnis, over de Melaatse in de stad. Ik heb het gehad over Kortjo, Mentor en Present en nog veel meer. En ik ga het vandaag hebben over Johan Eilert de Haan, de marineman die op expeditie gaat in Suriname. En ik heb het weer kunnen reconstrueren aan de hand van een groot aantal boeken. Maar ik heb er een paar meegenomen, een paar bijzondere boeken. Dat zijn de zogenaamde expeditieboeken. Er zijn er twee die hij heeft geschreven. En daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op terug. Op 5 december 1912 wordt het borstbeeld van Eilert de Haan onthuld op het Vianensplein in de stad. Door gouverneur van Asbeck. Aanwezig zijn veel genodigde officieren en marinemensen. Maar het is niet het enige aandenken aan deze marineman. Ook het het Eilert de Haan gebergte is later naar hem genoemd. Johan Eilert de Haan. Hij is de expeditieleider van de expeditie naar de Suriname rivier. Uitgezonden door de Koninklijke Nederlandse Aardeskundig Genootschap. En hij schrijft daar een heel verslag over met een prachtige grote kaart en heel veel mooie foto's. Twee jaar later wordt hij uitgezonden als expeditieleider naar de Corentijn. Ze moeten de Corentijnrivier in kaart brengen via de Suriname rivier en de Gran Rio. In het begin gaat alles goed, maar op eind augustus van dat jaar 1910 constateert de arts Hulk, die mee is, constateert bij Eilert de Haan een hoge koorts. Hij blijkt malaria te hebben. De arts probeert nog wat geneesmiddelen te geven, maar dat lukt niet. Uiteindelijk overlijdt Eilert de Haan in het tropisch regenwoud bij de oorsprong van de Gran Rio. Ze hebben geen middel om hem te begraven. Er wordt een koryaal gepakt, die wordt doormidden gezaagd en daartussen wordt hij begraven. Nou, en dat verhaal staat allemaal in het verslag van de Corentijnrivier. Geschreven door de assistent-expeditieleider de heer Keizer. Ook weer met een prachtige kaart en heel veel mooie foto's erin. In 1926 krijgt hij een gedenkteken op die plek door leden van de expeditie naar het Wilhelmina-gebergte. Nou, het borstbeeld van Eilert de Haan staat tegenwoordig in de tuin van het depot van het Surinaams Museum aan de Kombewijnenstraat. Maar het is niet het enige gedenkteken, enige borstbeeld van hem. Een paar maanden eerder, in 1912, heeft Bart van Hoven een exacte kopie gemaakt voor Amsterdam, voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen, zoals het tegenwoordig heet. En daar staat het al 100 jaar in het gebouw. En je ziet wat de weersinvloeden doen, binnen en buiten. Goed, bedankt. Dit was het weer. Morgen is mijn collega Lucinda daar. Verder de hele week recepten, filmtips en veel humor op zaterdag met de Dingboy. Ik ben daar volgende week weer met nieuwe verhalen uit het boek Oog en Oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed. Bedankt.